Ik vind dat er wel momenten zijn die je kan voorkomen. Maar ik vind dat de organisatie gewoon goed stond. Ik vind alleen op het moment dat de bal van het goal afgaat, moet je A proberen druk op de bal te krijgen. En B van je goal afkomen. Want dit is gewoon anders niet te verdedigen. En als je van je goal afsprint richting de bal, dan heb je kans dat deze man buiten spel staat. Dus het is wel enigszins te beïnvloeden. Je voelde het wel een beetje aankomen, hè? Want de druk werd meer en meer en meer voor PSV. Ja, maar dat is toch niet meer dan logisch. Ik bedoel, we spelen niet tegen zomaar een club. En ik denk dat we uitstekend aan de opdrachten gehouden hebben. En in principe gingen we ook aanvallend wisselen om proberen de druk bij ons vandaan te krijgen. En juist in die fase valt zo'n goal. En dat is gewoon vervelend. Maar ik vind niet dat het met de organisatie of dat ze niet in de organisatie stonden. Er zijn een aantal momenten waar je wel adequaat moet reageren en handelen. En dat is bij de eerste goal het geval en eigenlijk bij de tweede nog meer, vind ik.